Welkom in de pittoreske Sim OJ Studios, ergens in Amsterdam. OJ, wat gaan we vandaag doen? Ja, kijk, wij zijn Sim OJ, maar wie zijn wij eigenlijk? Ja. Ik denk dat wij dat kunnen uitleggen met foto's en video's die iets zeggen over misschien de samenwerking die wij doen of muziek die wij in het verleden hebben gemaakt. Een soort date is het eigenlijk, een soort speeddaten. Meer voor ons met de kijkers. Yep. Oké, let's go. Moeten we nog iets van welkom zeggen? Shit! Shit, Mike! Eerste Noah's Ark productie die je hebt gemaakt. Sam, 10 blokken. Twee blokken, dan zijn we cool. Twee blokken, dan zijn we cool. Twee blokken, dan zijn we cool. Ik weet echt niet hoe ik die beat heb gemaakt. En ik weet wel dat deze beat echt kapot oud is. Misschien is het wel de eerste of tweede trap beat die ik heb gemaakt. It's a trap! Echt een kapot oude beat. Ik had een wedstrijd gewonnen, een beatwedstrijd van Noah's Ark. De volgende is van Sam La La La. Dit wordt mijn eerste 5. 7! Ja, hij vond die beat heel erg hard. Ja. En een dag later stond hij toevallig in Luxor in Arnhem, waar ik vandaan kom en waar ik toen woonde. En toen was ik in de rooksruimte naar hem toe gelopen van, yo, ik heb die beat gemaakt. En het was voor mij helemaal live, want ik was toen 16 was ik geloof ik. En voor ons was, zeg maar, was Hef gewoon, ja. We luisterden allemaal naar Hef gewoon de hele dag door. Nam hij ons mee naar de kleedkamer, gingen we daar bierie pakken. Toen zei hij van, trek die koelkast open, pak gewoon wat je wil. Van Mattie van mij pakte een bierie, een Heineken. En toen schreeuwde Killa Keys zo van, niet van die, blijf van die Heineken af. Als ik daar zo op terugdenk, was echt ziek. Maar wat maakte jij voor dat je trappies maakte dan? Ik maakte house muziek. Ik weet nog, toen ik begon met muziek maken, zat ik in groep 8. En toen was David Guetta helemaal de shit in groep 8. Toen ging ik meer dat soort shit maken, zeg maar. En toen ik shit op Soundcloud ging zetten, toen ontdekte ik ineens allemaal andere muziekstijlen. En toen ging ik dat soort dingen maken. David Guetta is nog steeds gaande, hè? Ja, lijp. Ik check het echt niet meer, maar... Hij heeft dus die cover toch van... Oh, ja. Ik heb toevallig gisteren die clip gekeken, omdat het moest van mijn dochter. Ja, sowieso verschrikkelijk. Hoe oud is hij inmiddels? Hij is 50 plus of zo. Gek afgetraind. Maar het lijkt bijna alsof hij het soort chirurgisch heeft laten fixen. Ja, I know. Ik heb wel gewoon mad respect voor hem. Sowieso, SO... Ja, David Guetta. Oké, ja, dit is niet helemaal de eerste Noah's Ark productie die ik heb gemaakt. Ik denk de eerste Noah's Ark productie die ik heb gemaakt was Wij Zijn Daar voor Jiggy J. Wij zijn daar! Maar die kwam jaren later uit. Maar de eerste release die wel uitkwam was Turk's Pizza met Turk, toen nog. Ik heb Jiggy J, mijn superster, gekozen omdat... Ik heb ook De Hoek gezongen. Dat was een beetje de Ty Dolla Sign van Nederland. Was echt meer als referentie, maar op de een of andere manier... zijn die toen gebleven. Yeah. Ik weet niet wat je denkt, of hoe je het bekijkt. Kijk hoog in de lucht, zie mij daar. Zeg maar wat je zegt. Gek accent, hè, ja. En nou is dit de eerste tune die ik geproduceerd had die op TMF kwam. Jiggy J, ja, dit was van, van zijn tweede album, Arc de Triomphe. Dat was wel een leuke periode, want het was ook een beetje het begin van de Arc Boys en Arc Boy TV. En... Arc Boys in the Disney! Ze waren veel met z'n allen op pad. Boom. De leukste... internationale productie. Oeh. Ik ga stuk. We kijken op dit moment naar een foto van Joris die een gouden plaat van DJ Turner van Yellow Claw vasthoudt. Ja. Gewoon ingepakt gehouden, dat vind ik gewoon nog steeds, man. Pak hem even. Nooit opengemaakt, niet opgehangen, hij ligt in een stoffig hoekje ergens. Het is wel een harde plaat, als in die Amerikaanse... Ria. De reden dat ik hem eigenlijk... Omdat ik dacht, ik ga hem toch niet ophangen, dus ik hou hem ingepakt. Dan kan die ook niet beschadigen ofzo. En deze specifiek is wel viraal gegaan, omdat hij in een aantal films zat. Of een tv-serie, waar een soort cheerleaders gingen dansen op die pokoe. Ja, volgens mij ook in een soort Kevin Hart film daarna. De vocalen, die hebben we opgenomen met Dio. J-A-I-I-O. Zijn vocalen gedownpitched, omdat hij heeft een hele harde, duidelijke stem. Maar toen hij de tapte, had hij ook niet kunnen denken dat deze track zo gek zou gaan. Turn up the bass! Verder wel lof naar Yellow Claw dat ze dit hebben gestuurd, want ze hoeven natuurlijk niet naar iedereen te sturen. Sowieso, ik heb best wel veel voor hun gedaan in die periode en het is wel leuk om te zien hoe dat dan... een groot publiek bereikt. Hoe zijn ze bij jou gekomen? Ik kende Jim al heel lang. Hij maakte videoclips en ik maakte de muziek voor een aantal artiesten. En toen begon hij met zijn film Rabat, de eerste lange speelfilm. Echt? En toen heb ik volgens mij zelf hem een beetje aangeboden van... joh, kiepes. Lijkt mij tof om mee te werken aan de muziek. Toen ben ik samen met zijn vader die muziek gaan maken. Oh, sick. Ja. Nou, mijn leukste internationale productie is mijn tune met Drake en DJ Khaled.
moet je even vertellen. Nou, ik heb dus een pokoe met Drake en DJ Khaled gemaakt. Ik had het gemaakt in Amsterdam op mijn bank. Ja. In echt 20 minuten. Dat opgestuurd naar een producer die ik ken uit L.A. Toen ben ik daarna naar L.A. toe gegaan. Omdat hij me belde van, yo, we hebben een tune met Drake, moet hierheen komen. Dan gaan we gewoon nog meer maken. Ja, ja. Dus het is eigenlijk ontstaan gewoon op de bank bij mij thuis met oortjes in. Ik had helemaal niet over nagedacht dat Drake hier überhaupt naar zou luisteren. Ik vond het wel grappig, want we hadden het net over Hef. Over het moment dat ik eerst een tune met Hef had. Ja. Eigenlijk was het dat ik een pokoe had met Drake eigenlijk de eerste keer weer dat ik datzelfde gevoel had. Oh ja, dus ik heb ook nog een paar demo's met Trippie Redd die nog niet uit zijn. Maar eentje die had hij een beetje gepreviewd op zijn Insta. En die vind ik ook heel sick, omdat ik heel blij ben met de beat. Het is een beat samen met Luso Gone Crazy, die ook Mr. Rage had geproduceerd. Hard hoor. Guilty Pleasure productie van iemand anders. Zo. L'amour toujours. Ken je die? Tuurlijk. Zal ik me even aanzetten? Nee, hoeft niet. Ja, ik weet nog wel dat die toen uitkwam. Was ik toen nog geboren? Ik weet niet. Ik denk het wel. Ja, dat was zo fout en irritant, maar toch waren het hits gewoon. Ja, ik voel me wel echt heavy met die wave. Specifiek deze tune heeft gewoon... I fly. Het is gewoon zo'n soort, ja, zo'n sferische... Nee, ik voel me echt mee. Eigenlijk kan ik het ook geen guilty pleasure noemen. Ik geloof eigenlijk niet zo in het woord guilty pleasure. Pleasure is pleasure. Ja. Ja, get me. Nou, mijn pleasure pokkel op dit moment. Ik dacht, ik kies gewoon eentje van deze week. En dat is Meteoriet van Antoon. Want je slaat bij me in als een meteoriet. Oh, dat is wel echt een tune. Toch? Ja, ja, dat is wel echt met een tune. Ik ging die, is het een album of een EP? Ik weet niet precies. Maar zijn laatste project luisteren. En dat was wel echt eentje die ik gewoon vaker had aangezet. Omdat, en de beat vind ik heel hard. Shit, gewoon catchy. De samenwerking met Dopeboy vind ik ook tof. Het is gewoon een tune. Ik zat op de Herman Brood Academie. Toen zat hij in dezelfde jaarlaag. Ik deed hiphop, hij deed dance. Maar we het wel gewoon eens met mensen die een soort dance achtergrond hebben. Die werken altijd sounds op een andere manier of zo. En dat heeft hij ook. Ja, haar man. Ja, shout naar Antoon. Hij had ons ook een co-sign gegeven op Insta. Ja, oh ja, inderdaad. Oké. Oké, next one. Oh shit. Wat gebeurt hier? Ik ken dit niet, wie is die man? Dit was in de periode dat mijn album uitkwam, Goed Ontmoet, op Noah's Ark en Top Notch. Wat hebben we met Jiggy J en die man, deze twee? Sir OJ. Yes. Ik ben zenuwachtig daar. Ja, ja, ja. Dit was de wereld hij door. Daar moest je wel heen. Zeg maar dat en Giel. Hey Giel! Daar moest je heen om, ja, om te zorgen dat je überhaupt wat exposure kreeg. En ik stond daar met Dio en Jiggy. En we hebben, volgens mij, je moet twee nummers doen. Ook eentje, zeg maar, buiten de uitzending om. En toen hebben we volgens mij comfortabel gespeeld. Oh, hard. Ik vind het wel fattig dat... Dat jij hier ook 22 bent, zeg maar. Beetje dezelfde leeftijd als ik nu. Ja, ik herken die shakiness, herken ik ook toch zo. Ik heb dat ook altijd een beetje. Ja, gewoon grappig, man. Om te zien hoe erg jij veranderd bent. En ik ben ook blij dat je dus na je 23e nog een baard kan krijgen. Dat is voor mij ook een goede lifestyle. Ja. Oké, next one. Wat zien we hier? Moet ik dit lezen? Ja. Oké, 24 maart 2013 zei hij op Twitter, FS Green, Regias en Planga... Sir OG Remix, hashtag heerlijk! Classic. 11 maart 2019. Vind het zo hard dat de Flexkinderen en Sir OJ tracks van mij draaien. Die mannen hebben mijn kijk op muziek zo erg beïnvloed. Ja. Ja, wat ik altijd had, zeg maar, toen ik net naar de middelbare school ging en de eerste zat, toen luisterde mijn niffo altijd naar mixtapes voor jou en van FS. Keanu, hij is volgens mij ook in je kinderstudio geweest. Mm-hmm. Toen ontdekte ik gewoon heel veel andere muziek en toen dacht ik. Fuck die house dingen. Ja. En ik ga gewoon dit soort muziek maken. Gewoon muziek die wat vrijer is. En, ja, die periode. Zeker Flexicon. Hij en Fik Rizé waren wel echt de DJ's die gewoon genres mixten. Mm-hmm. En dat was voor mij en voor FS Green denk ik ook gewoon wel echt. Dat waren de guys om naar te kijken ook. Ja, zeker. Dus wij waren ook super beïnvloed door hen. Ja, dat zie je dan ook terug in de producties die we maken. Oké, next one. Classic. Dus... Een van mijn favoriete sessies in mijn leven. Wie zien we hier dan? Jij hebt ook in het verleden met hem gewerkt. Ik weet wel wie dat is. En wie is het dan? Dat is Bizé. Ja, dat is wel fat. Ik heb in verschillende tijdsperiodes met hem gewerkt. Het ding was aan deze sessie, zeg maar, ik was toevallig met Steen een tune aan het maken. Ja. Hij zat in die andere studio, hij kwam even binnenvallen en toen was hij van, joh, kan ik iets proberen? Mm. En hij zei toen aan het begin van de sessie, zei hij van, ja, ik moet even mijn shirt uitdoen, man, anders kan ik niet tapen.
in principe voel ik dat wel ergens of zo. Ja, dat je gewoon even fully, je wil gewoon fully in die... Ja. Hij wil gewoon even fully busy zijn op dat moment. Ja. Dus ik vroeg me ook eigenlijk af van, was dat ook zo'n Yellowclaw tijd? Deed hij dan ook zo'n shirt uit? Nou, de grap was eigenlijk in de Yellowclaw tijd dat ik bezij nooit heb gezien. Want wij zaten eigenlijk gewoon met Jim en Niels in de studio. Ja. En dan de dingen die hij later toevoegde, die gebeurden in gewoon andere sessies. Dus je hebt nooit topless gezien in de studio? Nee. Dit was het. Ik hoop dat jullie ons iets beter hebben leren kennen. Of wij elkaar iets beter hebben leren kennen. Dank voor het kijken.